De gemeente sluit de deuren van de bed, bad en broodopvang aan de Helsinkistraat niet. Het kabinet wil voorzieningen voor uitgeprocedeerde asielzoekers alleen in 5 grote steden openhouden. Groningen valt buiten de boot. Dit zou een einde voor de opvang in het voormalige Formule 1 hotel betekenen. De gemeente Groningen weigert het kabinetsbesluit uit te voeren. De stad vindt de huidige opvang efficiënter. We hebben nu de groep mensen waar het om gaat in beeld. We hebben ze onder dak, bed, bad en brood. En we doen daar een stukje begeleiding bij in Groningen. Wat er gebeurt als dit beleid tot uiting zou komen, als daar een akkoord over zou komen, wat nog maar de vraag is overigens, is dat wij dus met deze mensen gaan, ja, ik noem het maar, gaan slepen. Die moeten dan naar een andere grote stad. Daar komen ze een paar weken in de offer. En als ze nog steeds niet willen, komen ze weer op straat te staan. Directeur John van Tilborg vindt het besluit een politiek compromis ten koste van hele groepen mensen. Als ik heel eerlijk ben, denk ik dat ze bezig zijn geweest een coalitie te redden en niet een oplossing te vinden voor de problemen die we hebben. Er is niet uitgegaan van de situatie van de mensen waar het om gaat. Er is niet uitgegaan van de gemeente waar het om gaat. En er is niet uitgegaan van het oplossen van problemen die er liggen. En dat, ja, dat betreur ik heel erg en ik vind dat de politiek zich zo niet geloofwaardig maakt. Stel dat de gemeente hier gehoor aan geeft en inderdaad deze opvang sluit, komen die mensen dan op straat terecht? Nou, niet de eerste 3 weken. Maar na een bepaalde periode van 3 weken tot zeg maximaal 12 weken, komt de overgrote meerderheid van deze mensen gewoon weer op straat terecht. Nou, deze mensen komen uit deze regio, dus de kans dat zij terugkeren naar deze regio en proberen een beroep te doen op hun sociale netwerk, dus als wervende, ja, is natuurlijk heel reëel. Dus in feite krijgen ze weer een U-bocht gewoon weer terug. BBB van Mulle 1 met Hetty. Beheerder Hetty van Coevorden werkt al jaren met de kwetsbare groep asielzoekers en uitgeprocedeerden en vindt het kabinetsbesluit egoïstisch en harteloos. Je zet geen mensen op straat. Als we een hond buiten zien, dan gaat hij naar het asiel. Als een zeehondje ziek is, dan gaat hij naar de zeehondencrèche. En mensen zetten we gewoon op straat. Nou, dat vind ik verschrikkelijk.